Oh, ik heb hem bijna. Ik heb hem echt bijna. Als we nu pushen, dan gaat het goed komen. Okay. What up YouTube, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Mijn naam is Rick en tijdens mijn verjaardagstream de afgelopen 3 dagen op Twitch dacht ik dat het misschien wel weer eens een keer leuk zou zijn als ik Fortnite ging spelen. Want tijdens Season 5 speelde ik best wel veel Fortnite op de Nintendo Switch, maar daarna heb ik het eigenlijk helemaal niet meer gespeeld. Hoi poes! Ja. Toen hadden we ook opeens weer poes op schoot. Gezellig! Dus eigenlijk is het gewoon een half jaar geleden dat ik voor het laatst Fortnite had gespeeld. Maar tijdens mijn verjaardagstreams op twitch.tv/rickatu was het eindelijk weer zover. Ik streamde namelijk 3 dagen achter elkaar en tijdens die 3 dagen waren er verschillende thema's tijdens de streams. We hadden 1 foute stream, we hadden 1 stream die over films en superhelden ging en we hadden dus 1 stream waarin games centraal stonden, waarin je kan bouwen en Fortnite is toch wel de bouwgame, ja, of in ieder geval de bouwgame waar je in kan schieten van dit moment. Een van mijn kijkers, Amelia, zit gezellig naast me en ik speel samen met een andere kijker, Julius. En het begin ging dus ongeveer zo. Hier, in dit huisje, rood huisje, bij mij. Ja, oké. Ik kan hem nog niet raken. Nog? Yes. Ja, ik had hem. Jee. Oké, ik heb wel een healing nodig, zakjes. Kijk, Rick, het zit nog in je. Het zit nog in je. Nou, ik vond het niet heel goed, hoor. Het was ook dat jij eraan kwam. Ja. Daardoor raakte... van binnen kan je nog wel iets raakschieten. Dat is al iets. Hou jij de chat een beetje in de gaten, Amelia? Ik moet focussen op die game, want anders gaat het helemaal niet goed komen. Voor alle duidelijkheid, dit is dus een livestream en ik praat ook met kijkers. Ik reageer op kijkers, maar die zie je dus niet hier langskomen in deze video. Dus als je denkt, tegen wie praat hij nou eigenlijk? Dat zijn de kijkers die meechatten op Twitch. Degene die overblijft. Welke knop was het ook alweer? R. Ja, zo. Schieten en innemen is hetzelfde. Ja, dus ik heb er nog eentje over. Ja, top. Ik voel me weer nu even OG, de oude tijden, duo's met de Rikachu. Ja, Tristan, ik heb geen key. Ik speel niet op eigen server of whatever, hoe dat werkt tegenwoordig. Ik speel eigenlijk heel weinig Fortnite meer. Ja, maar je hebt ook geen support en creator. Nee, precies, dus Die kan je wel aanvragen, dan zou ik die altijd gebruiken als ik dingen koop in de itemshop. Want? Dan krijg jij daar geld van. Als ik die code gebruik als ik iets koop in de itemshop. Geld gewoon echt als een geld of een in-game currency? Als in echt geld waarmee je je boterhammen kan betalen. Wat? Oh, dat zou ik doen. Gelijk aanvragen. Toen gebeurde er een hele tijd niet zo heel veel tot dit moment. Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik ben nu nog student. Ik studeer biologie. En daar ben ik bijna mee klaar en dan moet ik gaan werken met al die grote mensen. Ja, want jij hebt je afstudeerscriptie, had je klaar toch? Ja, die heb ik ingeleverd. En ik ben nu ook op school bezig. Oh. Een vraag, ik weet niet voor een vraag. Oké, volgens. Ja, ik zie hem. Ja. Waar is die dichtbij, ver? Daar in de buurt. Ik zie helemaal niks. Oh, daar. Hij is naar beneden. Oh. Is die beneden? Ja. Gelezen, knocked. Lekker. Ik is geen leuke game. Is wel een leuke game. Is een prima game. Oh, achter me. Oh. Ja, ik heb hem. Lekker. Lekker. Kijk, ik zei toch dat je het nog in je had? Nice, gelijk een gouden suppressed AR, dat vind ik altijd wel leuk. Nee, ik heb een paarse. Niet. Mag ik een slurp en een big shield van jou? Want ik ben een beetje low. Ja. Viert niet hier. Ga wel even de cirkel in. Ja, geef maar in de cirkel wat ik net zeg. Gaan we hier beneden dan even? Een beetje? Nee, juist boven blijven. Juist boven blijven. Oké. Okay. Ja, jullie is de pro, jongen. Ik vraag dingen aan jullie. Dus deze man speelt voor deze. Altijd high ground houden. Altijd high ground houden. Ja, dat is waar. Oké, okay, hoe moest ik ook weer dat geven? Splitten. Ja, juist moet killen. Even kijken, pijltje naar boven en dan met split. Volgens mij bam en bam. Ja, top. Oké, okay, wacht. Ik ga even in dit hokje hier. Yo. 14 jaar, je lijkt ouder. Ik ben geen 14 jaar.
Ik weet niet waar die vandaan komt, maar... 14 jaar. Ben je 14? En dit gebeurde er tegen het einde van het potje. We zijn nog met 11. En we zijn samen, dus dat op zich... Heb jij ook nog healing? Heb je nog minis en zo? Ja. Top. Ik heb nog max minis, dus... Lekker. Oh, daarboven? In de lucht, een banaan. Ja, nog één. Zie je ze? Op Noord. Ze zijn op Noord geland, maar ik zou niet te ver pushen. Nee, maar we moeten wel naar de cirkel toe. Ja, precies. Dus op Noord zijn twee... Kom met mij mee, Rick. Kom met mij mee. Andere kant van de berg, zeker. Daar volgens mij gingen zij dit ook net doen. Volgens mij hebben zij dit net gedaan. En toen gingen ze naar de cirkel, dus dan komen wij achter hen. Geef niet door. En dan zeg ik, hey, geen liefde voor mij meer. Is het klaar? Is de liefde nu al bekoeld? Zo, dan hierheen. Oh, kak. Kom hier, ik kom wel naar jou toe. Nou, we vliegen naar elkaar. Ik ben bij jou. Ik kom wel naar boven. Ja, en dan even hierin. Dan moet je naar mij toe vliegen. Dan pak ik even een goed plekje. Je krijgt liefde, hè? Oh, dankjewel. Toch nog. Het duurde even, maar... nog 8 mensen over. Als we vanaf hier nu echt de cirkel in gaan... Dat ben ik nu, hoor. Hebben we... Nou ja, we hebben allebei 2 kills. Dus het is ook niet dat het echt een super episch potje is. Nee, maar het is wel een goed potje. Ja, ja, het is prima. Even kistje opmaken. Zeker voor jouw eerste potje vind ik het helemaal kutje. Heb je nog mini plek voor minis of had je full minis? Ik heb full minis. Oké, dan laat ik die minis even liggen. Kom snel voor de cirkel. Yes. Ik zie dat jij nog bij de cirkel bent. Ja, ik haal het wel. Wat is dat eerste wapen? Ja, dat is een of andere revolver, maar dan op afstand. Oh, daarmee heb ik genoscoped. Echt? Ja, in een video van Zapsport heb ik daarmee genoscoped. Lekker man. Ik zie een kistje nog op 2-10, maar in principe hebben we wel goede... Oh, ik zag daar mensen vliegen. 2-10? Rond South. Oh, ik zie hem. 226 Zuidwest, achter dat, hoe noem je dat? Daar. Hit, 44 hit. Lekker. Gewoon hier... Ah, hij zit wel... Nee, hij zit niet in de cirkel. We worden gepusht, Rick. We worden gepusht. Vanaf? Welke kant? Zout, hier boven ons ergens. Zout, oké. Okay. Want... Ga ik een beetje hier tussen verstoppen. Ik hoor jou schieten, of niet? Ja, in de boom. Zit hij in de boom? Ik mis alles, dit kan niet. Gepusht. Maar hij zit in de boom. Eén nog. Ik schiet de boom weg. Ik zie niet eens waar je op schiet. Oh, er valt iets aan de lucht. Ja. Volgens mij zijn ze allebei kapot, hè? Nee, nog één volgens mij daar. Want ik heb er maar 1 kill bij gekregen. Okay. Heb jij AR-ammo? Dat is medium bullets. Ja, daar heb je best wel veel van. Kan je droppen? Oh, alsjeblieft. We moeten wel zo'n beetje richting cirkel. Ja, laten we gewoon naar de cirkel toe. We moeten snel richting cirkel zelfs. Ik denk dat zijn maatje dat ook heeft gedaan. Banana heeft je een friend invite gestuurd. Oké, top. Ja, ik ga zo even kijken. Ik zit nu midden in het potje, dus die... Ja, chat is stil. Praat, jongens. Ja, chat is denk ik aan het meekijken of we dit gaan halen. Ik heb iemand daar gehit. Waar? Op die boot. Daar zo. Ik hoop echt dat ze niet in onze rug komen. Oeh, die boot is wel vet. Ja, altijd ook om je heen kijken. Ik zag er eentje wegvliegen naar het noordwest en er is eentje aan het bouwen. Die vliegt ook weg. Allebei zijn ze naar het noordwest. Gaan we die pushen? Nee, hier de berg op. Ah. Kom Rick, kom met mij de berg op. Yo. Ik volg de leider. Je hebt high ground nodig. Ja, je hebt helemaal gelijk.
We zitten dus op Noordwest een beetje, Noordwest-Noord. Kijk uit, want het kan zo. Oh, laatste duo, denk ik. Ja, we zijn laatste samen. Laatste duo. Nou, hier beneden. Lekker. Waar? Wat? Eentje gelezen? Waar ben je? Oh, daar ben je. Beneden, Noord. Noord beneden. Ver weg? Dichtbij. Heel dichtbij op de grond, ja. Eentje gehit. 33 hit. Moeten die anderen wel even in de gaten houden? Eentje is aan het healen waarschijnlijk. Zit erachter. Nog een keer 33 hit. Nice. Probeer het naar beneden te schieten. Ja. Yep. Bijna naar beneden. Ja, top. Het is naar beneden. Hij zit er niet meer. Oh, hij zit er meer beneden. Ik hoop hem bijna dood. Oh, ik heb hem bijna. Ik heb hem echt bijna. Als we nu pushen, dan gaat het goed komen. Ja, okay, push maar. Oh. Ik heb er eentje knocked. Ik weet niet waar die andere is. Hier. Ja, stem. Ja! Lekker! Hoppa! Oh shit. Ik heb, hoeveel kills? 4, 5, 7, wat is dat? Ik heb 7, ik heb 3, jij 4. Lekker man. Lekker bezig. Wij zijn echt een goed duo man. Eerste potje! BD win! Helemaal gek! Dit is abnormaal. Nee, ik doe nooit meer Fortnite. Nee, echt niet. Ik doe het ook nooit meer. Hij oefent stiekem. Maar ik heb best wel veel kills gemaakt. Ik sta er zelf ook helemaal verbaasd van, joh. Wat is dit nou weer? Zo epic. Nice. Alleen dat eerste shotgun shot was niet echt super goed. Dan zie je toch wel dat ik een half jaar geen Fortnite heb gespeeld. Wow, dit is sick. Of niet, Julius? Gewoon gelijk. Ja, maar ook gewoon omdat vroeger gebeurde dit ook altijd. Is het nog epischer. Ja, hoe bizar was dit? Ik heb een half jaar geen Fortnite gespeeld. Dus samen met Julius pakten we gewoon even keihard een victory royale in ons allereerste potje Fortnite. Hoe dan? Dit was super tof en toen gingen we nog even verder. En ik ging nog even squats doen met een andere groep. En daar gebeurde dit. Yo, deze keus hadden allemaal gouden loot en ze waren zo noob. Oh, ik zie ze op het dak staan, ja. Ik heb twee keer gehit. Ja. Oh, jullie zijn voor mij. Lekker. Nee, ik moet even snel medkit innemen in de storm, anders gaat het niet. Oké, nog één. Jullie kunnen dit. Hele squad daar zo. Ik kom. Ik heb er nog één. Lekker. Ik ga mijn minigun doen. We gaan jullie schieten? Ik ga mijn minigun erop gooien, nu. Oh, daar beneden staat er één. Oké, okay, ik heb één genokt. Ja, lekker, nog eentje erachter. Oh, dit is intens, jongen. Oh. Ja, knocked. Er is er dus ergens nog één. Ja, ik zie hem. Ja, achter het huisje. Ja, ik ga dood door de storm. Oh, sorry, Julius. Ik kruip. Ja, lekker. Ik kruip naar jullie toe. Had jij die wassenaar? Ja, ik had hem gefinished. Oké, top. Dan weet ik in ieder geval dat er geen anderen zijn. Heavy AR. Heavy AR? Wat is een heavy AR? Pak mijn reboot card. Lekker. Nee, die andere is nog niet dood. Want deze lag nog steeds knocked. Okay. Ja, die lag gewoon knocked. Dus er is nog één. Maar hij is zo'n reboot fan. Ik hoor jullie schieten niet. Ik heb hem. Lekker man! We zijn nog 4 mensen over en wij zijn nog met 3. Ben je er nog, Julius? Nee, we moeten jou niet rebooten. Nee, ik ben dood. Maar is er ergens... Oh, dat is het 3 tegen 1. Is er ergens een reboot card in de buurt of een reboot fan? Nee, die heb ik niet. Happy helmet alleen. Hoekie zegt er ligt een betere shotgun. Oh, maar ik vind deze shotgun wel nice man. Ik hou van die blauwe... Die is niet in paars versie toch, die ik heb? Nee, er is geen paarse tech. Oké, okay, dus nog. Nou, top. Oh, gaan we gewoon weer pakken? Oh, hoe tof zou dat zijn? Dat zou zo tof zijn. Dan ga ik dit even opnemen, jongens. Zo. Oh, misschien zit hij hierboven. Oh, dat wordt helemaal lijp, jongens. Ik hoop, boys! Oké, wel met z'n allen. Rustig. Oh, hier ligt een bal. Doe voor jullie. Er is nog één iemand bij je voor. Ja, doe het voor mij. Mag ik gewoon. Ik gooi er gewoon een ding in. Ja, top. Oh, mooi eitje. Waarom heb ik zo'n vermoeden dat hij echt hierin zit? Ja. Omdat daar iets gebouwd is. Ja! We doen het gewoon weer! We doen het gewoon weer!
Ik dat nog in fight kwam. Maar... Oh. 10 kills in totaal. 10 kills. Lekker. Nice. Lekker jongens. Allemaal super gedaan. Heerlijk, heerlijk. Zo, gewoon 2 Victory Royales op een dag, Rick. Gewoon 2. Ja, dit zijn echt oude tijden die we herleven, jongens. Ja, ook met squads pakten we gewoon nog een Victory Royale. Het is echt insane. Helaas heb ik daar niet de final kill gemaakt, omdat ik vanaf de andere kant het huisje inging. Maar dat maakt niet uit. 2 Victory Royales, echt. Hoe dan? Terwijl we zo lang geen Fortnite op stream hebben gedaan. We zijn het dus blijkbaar toch niet verleerd. Nou ben ik benieuwd. Willen jullie Fortnite zien op dit kanaal? Of juist helemaal geen Fortnite zien op dit kanaal? Laat het even weten in de reacties. Doe even een blauw duimpje omhoog voor deze video. En abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me dan op twitch.tv/rickkatju. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!